Merhaba arkadaşlar. 2020 Online TOEIC Cursus Netherlands Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Hollandaca olumsuz cümlelerin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. We leren ontkennen de zinnen ontkenningen, het gebruik van geen en niet. Geen en niet. Nederlandse grammatica. We leren ontkennen de zinnen, ontkenningen. Hollandaca dil bilgisindeki olumsuz cümle yapılarını birlikte öğreniyoruz. Başarılar diliyorum. Burayı biliyorsunuz, okumayacağım. Les doelen. Dersimizin amacı Nederlandse gramatika, Hollandaca dil bilgisi, olumsuz cümle yapıları. Başlayalım. Nederlandse gramatika, geen en niet. Geen isimleri olumsuz yaparken kullanılır. İsim cümlelerinde de kullanılmaktadır. Niet fiilleri, sıfatları, zarfları ve olumsuz yaparken kullanılmaktadır. Evet. Heb je een scooter? Nee, ik heb geen scooter. Dikkat edin arkadaşlar lütfen. Ga je boodschappen doen? Nee, ik ga geen boodschappen doen. Boodschappen doen isimdir. Alışveriş yapmak. Spreken ze Spaans? Nee, ze spreken geen Spaans. Dillerden önce mutlaka geen kullanılır. Werk je hard? Nee, ik werk niet hard. Fiilimslerde ve sıfatlardan önce kesinlikle niet kullanılır. Is hij Nederlander? Nee, hij is geen Nederlander. Bij nationaliteiten gebruiken we ook geen. Ga je met de vakantie? Nee, ik ga niet met vakantie. Heb je vraag? Nee, ik heb geen vraag. Vraag burada isim soru halidedir. Is dat jouw boek? Nee, dat is niet mijn boek. Fiilimsi arkadaşlar. Heb je hond? Nee, ik heb geen hond. Maar ik heb een kat. Kom je uit Duitsland? Nee, ik kom niet uit Duitsland. Niet olumsuzluk yapısının kullanıldığı cümlelere bakıyoruz arkadaşlar. Çekimli fiillerden sonra, here, daar kelimelerinden sonra, zaman zarflarından sonra, belli bir nesneden sonra kullanılır, bir sıfattan sonra, bir edat grubundan önce ve bir zarftan önce niet olumsuzluk yap eki kullanılmaktadır. Hoeven, geen ve niet. Yapmak durumunda veya yapmak mecburiyetinde değil, değilim anlamındadır. Mehmet moet een brief schrijven. Mehmet hoeft geen brief te schrijven. We moeten nog veel leren. We hoeven niet veel te leren. Moet ik je nog helpen? Sana yardım etmem gerekiyor mu? Nee hoor. Hayır, gerekmez. Dat hoeft niet. İhtiyacım yok. Dus ik hoef niets te doen. Bu durumda yapmam gereken hiçbir şey yok. Doğru mu? Hollandaca dil bilgisinin köşe taşlarına bakıldığında bütün cümlelerde mutlaka kullanılan sein, worden, haben ve bunları olumsuz yapan geen duruma göre de nit olumsuz ekleri. Değil veya Türkçedeki mema olumsuzluk ekiyle aynı anlamdadır. Sein dan sonra gelen nit ve geen olumsuzluk ekleri arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sein olmak fiilidir. Ben, bent, is, was, waren ve geweest. Öznelerde belirttiğimiz gibi en baştan bir defaya mahsus sizler için tekrar edeyim ben. Eğer kişiyi itham etmiyorsanız, daha samimi bir ortamda konuşmak istiyorsanız, you, sen eki kullanılır, öznesi kullanılır. Veya zai veya je arada samimiyet kurmak istediğinizde vai, ve, zai, je öznelerinde değişiklik olduğunu belirtmek isterim. Ik ben niet Can. So heet ik niet. You bent geen slaaf. Slaaf isim halindedir, köle anlamındadır. Sen bir köle değilsin. Ben je niet gelukkig? Mutlu değil misin? Hij is nu niet thuis. Nu zaman zarfı olduğu için niet hemen zaman zarfından sonra gelir.
Zij is niet op school. Het is niet moeilijk. We zijn vandaag niet moe. Vandaag samen zaterdag we niet hebben sorgeres. Jullie zijn altijd welkom. Ze zijn niet altijd welkom. Ik was, ik was gisteren niet jarig. Gisteren samen zaterdag. Je was niet aanwezig. Hij was niet verdrietig. Zij was niet vrolijk. Het was niet leuk. Ze deelde. We waren niet in Turkije. Turkije deelde ik. Jullie waren niet blij. Ze waren niet verbaasd. Ik ben niet in Turkije geweest. Ben je niet in Amsterdam geweest? Zijn jullie nog niet naar Turkije gegaan? Zij is heel lang niet gelukkig geweest. We zijn in 2020 niet op vakantie geweest. Woorden, olmak. Fiilini çekimleri. Ik word geen 50, maar 42. Je wordt niet gelukkig. Word je niet gelukkig van mijn bericht? Hij wordt geen leerling van onze school. Zij wordt niet in deze zomer ziek. Het wordt vandaag geen mooie weer. We worden niet hyperactief. Jullie worden niet blij van dit nieuws. Ze worden niet gelukkig met jou. Ik werd vandaag niet 35. Je werd niet ziek. Hij werd niet beroemd. Zij werd niet arm. Het werd niet lelijk. We werden niet rijk. Jullie werden niet oud. Ze werden niet moe. Ik ben geen 50 geworden. Buraya geen eklemenizi tavsiye ediyorum. Je bent niet oud geworden. Hij is niet ziek geworden. Zij is niet mooi geworden. Het is niet fantastisch geworden. We zijn niet moe geworden. Jullie zijn niet boos geworden. Ze zijn niet groot geworden. Hebben, yardımcı fiiliyle çekimler arkadaşlar. Zamanlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Geniş zaman, hebben. Verleden tijd, geçmiş zaman, hadden. Mişti geçmiş zaman, hebben of gehad. Ik heb geen auto. Çünkü auto burada isim haldedir. Je hebt geen kind. Heb je een kind? Hij heeft geen kat. Isim. Zij heeft geen korts. Ateş yok. Het heeft geen staartje. Kuyruğu yok. We hebben geen vragen. Burada A'yı kaldırabilirseniz sevinirim. Tek. We hebben een vraag of vragen. Jullie hebben geen boeken. Dikkat edin. Çoğul halde gelir genellikle. Jullie hebben geen huiswerk. Het huiswerk tekent olduğu için. Ik had geen leuke vriend of vriendin. Je had geen grote huis. Hij had geen problemen. Zij had geen huisdieren. Het had geen mooie kleuren. We hadden geen kleine problemen of geen problemen. Jullie hadden geen prachtige ouders. Ze hadden geen plezier. Ze hadden niet plezier, de deelnemers. Ik heb het niet gedaan. Ik heb geen cadeau gehad. Çünkü isim hediye anlamındadır. Hij heeft geen kans gehad. Şans, böyle bir şans elde etmemiştir. Zij heeft geen plezier gehad. We hebben het gehad. Jullie hebben geen prijs gehad. Jullie hebben geen tijd gehad. Hiçbir zaman, zaman verin. Yine Hollandaca bilgisinin köşe yapılarından ve mutlaka kullanılan modale werkwoorden olumsuzluk çekimlerini geen ve niet faalini birlikte öğreniyoruz. Bakalım. Willen, istemek, rica etmek, sorma. Können, rica, yetenek, mümkünat. Mogen, bir izinle yapabilmek. Muten, mecburen yapabilmek. Burada hufun fiilini kullanmak lazım. Olumsuzluk kullanıldığında huf veya hufun denilmektedir arkadaşlar. Zullen, tavsiye, öneri niteliğindedir. Gelecek zamanı belirtir. Zouden, keşke yapsaydık. Willen ve olumsuzluk eke arkadaşlar. Ik wil geen cadeau. Dikkat edin. Olumlu cümleyi olumsuz yapıyorum burada.
Je wilt niet stoppen. Hij wilt niet naar huis. Zij wilt niet thuiswerken. We willen niet graag winnen. Jullie willen niet altijd lachen. Ze willen niet terugkomen. Ja, en wil dan sonra genellikle ve niet olumsuzluk eki gelmektedir. Ama bununla birlikte geen kullanılması da mümkündür eğer isim varsa. Ve önle başlayan bir isim varsa özellikle. Ik wilde geen nieuwe auto. Hij wilde niet naar Turkije gaan. Hij zou niks bijzonders doen. Hij wou niet iets doen. Zij wilde niet een hondje. Zij wilde geen hondje. Çünkü een kullanıldığı için burada kullanılması gereken olumsuzluk yapısı geen'dir arkadaşlar. Bu şekilde de hatırlayabilirsiniz. We zouden jullie niet opzoeken. Dikkat edin. Jullie wilden geen grote tv. Ze wilden niks vertellen. Zaten cümle olumsuz. Je hebt vaak veel geld gewild. Je hebt nooit geld gewild. Je hebt geen geld gewild. Sarah heeft een villa gewild. Een oldeetje. Sarah heeft geen villa gewild. We hebben een zusje gewild. We hebben geen zusje gewild. Tekrar ediyorum. Önle başlayan, birle başlayan isim varsa bunları mutlaka geenle olumsuz yapmak durumundasınız. Peki kan veya kunnen. Geniş zamanda kan, kunt, kunnen. Geçmiş zamanda kon ve konden. Özneye göre çekimlerine dikkat etmenizi rica ediyorum. E kan, yayır. Kan of kunt. Hij, zij, ze, kunt. Wij, we, jullie, zij, ze, kunnen. Yani, ik kan niet zwemmen. Genellikle niet. Olumsuzluk eki gelmektedir. Dikkatinizi çekerim. Bazı özel durumlar var. Onları da birlikte inceleyelim. You can niet raden. Hij kan geen gitaar spelen. Sarah kan niet dansen. We kunnen niet kamperen. Jullie kunnen geen Engels spreken. Çünkü dillerden önce geen olumsuzluk eki gelir. Ze kunnen niet tekenen. Resim yapamazlar. Ik kon niet schaatsen. Je kon niet volleyballen. Niet ekinin geldiği yerleri işaretliyorum. Hij kon niet fluisteren. Zij kon vorig jaar niet voetballen. Çünkü zaman zarflarından hemen sonra niet gelir arkadaşlar. We konden niet dansen. Jullie konden niet kiezen. Ze konden niet veel verdienen. Je had het niet gekund denilebilmektedir. Evet, bu kısımda ise özne mogen izin alma durumudur. Ik, jij, hij, zij, mag, mogen, mocht veya mochten ve gemogen. Burada dikkatimi çeken küçük bir hata var. Burası mogen yani o olarak değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Özür. Ik mag vanavond niet koken. Zamanlardan hemen sonra niet gelir demiştik. Je mag niet naar het feestje. Hij mag niet naar school. Zij mag mij niet. Dikkat edin. Kalıptır bu. We mogen niet te laat komen. Mogen jullie niet hier slapen? Ze mogen niet onbeperkt eten. Gisteren mocht ik niet gamen. Zamanla fiile başlayan cümle, fiilimsi, özne ve olumsuzluk eki. Je mocht niet buiten spelen. Mocht hij weer niet naar school. Zarf var çünkü tekrar. Zij mocht niet naar buiten. Mochten we niet buiten volleyballen. Jullie mochten niet naar tv kijken. Edatlardan önce mutlaka niet gelir demiştik. Ze mochten niet hele nacht feesten. Ze mochten hele nacht niet feesten. Cümlesi de doğru olacaktır arkadaşlar.
Ik heb hem nooit gemogen, nooit asla demek bu cümleyi direkt olarak olumsuz yapar, yapmaktadır. Bir sonraki konumuz mutun mecburiyettir. Bir başkası tarafından kurallar konulmaktadır, ona uyulmanız mecburi kılınmaktadır. Bu durumda ik moet niet meteen slapen. Eigenlijk, ik hoef niet meteen slapen demeniz gerekmektedir. Buradaki farkı görmeniz için bilerek yazdım ben lütfen. Dikkat ediniz. Je moet niet je huiswerk maken. Yani ev ödevinizi yapmak zorunda değilsiniz. Buna karşılık, ik hoef mijn huiswerk niet te maken dediğinizde, yapmak zorunda değilim. Öyle bir mecburiyetim yok. Dikkatinizi çekiyorum. Bir sonraki konu zal, zult, zullen, geniş zaman, geçmiş zamana dikkat edin, zou, zouden. Ik zal straks niet in mijn bed liggen. Straks zaman zarfı olduğu için niet hemen sonrasında gelir. Ik zal morgen niet gamen. Aynı şekilde zaman zarfı ve niet. Zal je voor mij zingen? Hij zal straks geen ijsje eten. Şöyle demiştik, cümle içerisinde, olumlu cümlede veya soru cümlesinde een, bir artikeli isimden önce kullanılırsa olumsuz cümlede geen olarak söylemeniz en doğrusudur. Hij zal het niet leuk vinden. We zullen volgend jaar niet naar Turkije gaan. Jullie zullen volgend maand niet naar Londen gaan. Ze zullen mij niet begrijpen. Zou önerileri ise arkadaşlar, ik zou 2 uur geleden niet naar bed gaan. Je zou gisteren niet gamen. Hij zou vorige week geen ijsje eten. We zouden niet samen dansen. Jullie zouden niet koken. Teşekkür. Evet, bilgi olaraktan oldukça zor bir konudur söyleyeyim. Dikkat etmenizi rica ediyorum. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınızı, görüşlerinizi YouTube ve Facebook sayfamızda lütfen paylaşınız. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır. Başarılar arkadaşlar, saygılarım var.